Thomas. Come on. Listen. Dag 16 van de Tour brachten we opnieuw door op de Tourmalet. We waren daar redelijk vroeg, dus dat was ideaal om een kaartje naar huis te sturen. Well, ain't this thing cool? We both single. Sending out signals. Let me sing, come on. Maar we gingen naar de Tourmalet voor de koers. Dus wij terug naar boven, want daar ging zot veel chaos uitbreken eens dat die renners daar weer toekwamen. En dat klopte volledig. Kom je wel aan los. De eerste die we daar zagen was Dylan Teuns. En bij hem konden we perfect in beeld brengen wat een renner eigenlijk nodig heeft als hij net is aangekomen op de top van een col. Oh, wat is dat van genomen? Goed gedaan, man. Hè? Boven, hè? Ja, het is dat. Wat wij ons afvroegen was, hoe voelt dat, aankomen op een top? Misschien hetzelfde als dat scherm zou opgereden hebben. De groep Eto heeft het redelijk rustig aangedaan, dus het viel nog mee. Had je onze aanmoedigingen al gezien voor de rit van vandaag? Ja, maar ze waren op de verkeerde kant zeker. Hè? Ik moest er nu naar kijken op de weg natuurlijk. Dat waren origineel. Yves Lampaert, je bent niet echt een type klimmer. Doe je dat dan eigenlijk graag, die kools overrijden? Ik vind dat eigenlijk wel tof. Het is juist jammer dat ik het niet goed kan. Maar het is wel tof dat je enorm je volk aan moet zijn. De Baskische mensen hier, dat is echt ongelooflijk. Dat is like, de Vlamingen in België. Dat is super tof. Onze aanmoedigingen? Ze staan misschien op de verkeerde kant, maar je had ze wel op voorhand al gezien. Hè? Hebben ze een beetje geholpen vandaag? Ja, ze hebben mij zeker geholpen. Ik heb er heel de rit aan gedacht. En wij hebben er een nacht van wakker gelegen. Toch bedankt, Yves. Merci, Yves. Oké, op de Tourmalet was niet alles fantastisch verlopen. Maar voor 21 juli waren we wel goed voorbereid. We hadden de renners een paar dagen voordien al gevraagd waarmee we hen konden trakteren op een call. Oh, misschien een klein colaatje. Ja, dat wel. Ja. Een braadworstje. Ja, een colaatje zou ook voorstaan, zeker. Een zakje Haribo's. Ja, doe maar hetzelfde dan, joh. Dus dat is niet moeilijk, hè? Iets heel fris, iets heel cool. Een zakje ijs of zo. Een koekje of zo, een cookie of een brownie. Dus we stelden ons klaar net voor de top van de col. Klaar om iedereen te bevoorraden. Het was enkel nog wachten op de Belgen. Ook in de tijdrit. Aro klampt aan. Was de man die. En de eerste Belg boven was dus Laurens de Plus en die nam meteen mijn flesje water aan. Ik dacht, wauw. Maar de andere Belgen moesten dus nog komen. En die waren niet zo happig. Beetje water. Beetje cola. Water. Noeken. Merci, merci. Niets. Van de weg raken. Succes, hè. Ik heb wel water. Ik heb de man. Oké. Volgens mij een Haribo. Hier, bent ook. Nog een. Is dat inderdaad? Uit de verkeerde kram, hè? Geen enkele Belgische renner wilde dus een colaatje of een flesje water. En dan komt Jens Keukeleire voorbij. Die slaat een babbeltje over onze vorige video. Frederik Bakkaert wil die cola nemen. En omdat ik niet aan het opletten ben, mist hij die. En hij noemt mij dus... Frederik, ik weet het, ik ben in de fout gegaan, maar ik ga dat goed maken. Ik heb daar nog wat tijd voor, want we weten allemaal... Parijs is nog ver.